onderweg naar Fishing Adventure. We hebben er reuze zin in. En als we eenmaal arriveren op de stek, dan horen jullie mij weer even. Yo! Shake that. Dames en heren, en we zijn bij Fishing Adventure Enschede. Ik vond een steek en die was echt te gek. Toen heb ik jou en zei toen. En uiteraard hopen we hier enkele schitterende vissen even te vangen, want het is hier echt wel mooi. Het is hier echt heel mooi. Als we alles op hebben staan, dan hoor je mij even. En ja, dan hoor ik je later. Ik heb gevissen, oh jongens, dat is toch niet te missen. We gaan weer naar het water toe en we zijn nog lang niet moe. We gaan de lijnen snel uitvaren, ja, dat is wel te behalen. Voor het weer eens donker wordt, voor het weer eens donker wordt. Ja, is het wat? Dan red ik het ook wel om de hengels hier neer te zetten. Ja, dat kan wel. En we gaan weer karpen vissen. Nee hoor, grappig jongens. Ja. Oh, hij trekt hem. Wat een unit. Schitterende biggering. Ja. Mooie spiegel. Thank you.
Iedereen is Dirk, oké? Okay? Ja. Alles staat aan. Ah ja, hij is land opnemen, hè. Dat staat er al op. Nou, iedereen, dit is Dirk. Ja. Ik ben Dirk. Dirk. Jij bent Dirk. Proost. Ja, dat was leuk, hè? Ik heb beet. Yo, ik ook. Wat zouden jullie tegen vissers zeggen? Is het hier een visvijver voor ervaren vissers? Of kunnen hier ook mensen komen die helemaal nog geen ervaring hebben? Ja, zeker. Mensen die zeg maar geen ervaring hebben of die wel ervaring hebben, maar toch denken van hey, ik ben toch geen groot water gewend. Wij bieden hier de mogelijkheid aan visgids. Dat gaat voor 12 uur, zeg maar. We hebben meerdere visgidsen hier op het water voor karpen, zowel voor steur. Ook voor het roofvissen vanuit de boot is dat mogelijk. Ik adviseer mensen die het grote water nog niet gewend zijn, de eerste 12 uur een visgids te nemen, want je verdubbelt gewoon eigenlijk gewoon je kansen. Ja. Visgidsen hier zo, die weten de plekken, die weten wat op het moment zelf goed is, want die lopen hier bijna elke dag rond. Wordt de vis gevangen door de andere klanten op te stekken, dan krijgen wij die informatie ook binnen. Dus zodoende weten wij op elk moment eigenlijk wat de beste zet is om vis te vangen. Ja. En op elke stek. Ja. Dus ik adviseer echt, het kost even wat geld, maar doe bijvoorbeeld de eerste 12 uur visgids erbij, dan verdubbel je je kansen. Ja. Maar voor de ervaren visser is het natuurlijk ook een uitdaging om zelf aan de slag te gaan, dat is ook leuk. Ja. En ja, die kansen die zijn ook gewoon aanwezig. Je pakt hier gewoon best wel gemakkelijk vis, als je iets gewend bent, in ieder geval wat ervaren bent. Ja, helemaal cool, man. Moet je het alleen maar goed aanpakken. Onervaren vissers vangen hier ook van vis, ja. Zeker weten. Ja. Wat ons hier ook heel erg opviel, is dat jullie ontzettend klantvriendelijk zijn. Ja. Echt, heel, ik bedoel, het was een. Jullie zijn allemaal heel open en een lach en een grol. Ja. En, hoe is dat onderling? Is dat zo ontstaan of is dat een beetje een vereiste om hier te mogen werken? Ja, ik denk dat iedereen persoonlijk wel zo is naar de klanten toe. Okay. Uiteindelijk, de mensen die hier zitten, dat is, die wil je gewoon tevreden hebben. En je wil gewoon dat ze naar huis gaan, dat ze blij zijn. En gewoon een mooie vis hebben gevangen. Dus daar doe je gewoon moeite voor. En dat ze weer terugkomen. Gewoon, ondanks dat ze soms niks hebben gevangen, hebben ze toch een mooie week gehad. Gewoon puur even een praatje maken, dat is gewoon gezellig. En die mensen stellen het echt op prijs. Maar het komt natuurlijk ook, wij zijn zelf ook fanatiek vissers. Ja. We weten wat, eigenlijk, wat je zelf eigenlijk graag zou willen. Ja, en we doen het met veel plezier. En het wordt ook gewaardeerd. Ja. En dat is ook wel heel erg. En zoals de lagoon die jullie dan hebben, is dat nou weer heel anders dan hier? Dat is eigenlijk voor dagjes mensen, toch? Ja, absoluut. Dat klopt. Dat is nu eigenlijk een beetje, begint het nu te lopen. Het is net nieuw wat we eigenlijk nu opgezet hebben. Ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het gaat nu redelijk de goede kant op. Ja. We hebben veel klanten die echt alweer veel terugkomen. Ja. En kijk, zonder vis ga je zeker niet weg. Ja. Er moet een nieuwe vijver en je hebt best veel andere vijvers ook. Je komt er niet heel makkelijk tussen, maar we proberen toch onze weg daarin te vinden. Nou, ik viel mij op dat er heel veel gezinnen met kinderen zijn. Dat zie je eigenlijk. Het is een hele leuke vijver daarvoor en dat is echt ook voor de ervaren visser. Dat is de uitdaging meer om een karp te vangen. Maar voor de onervaren visser is het ook hartstikke goed. We hebben daar huurengels en iedereen kan ermee overweg in principe. De mensen komen je helpen om toch een visje te vangen. Maar er zit zoveel vis daarin, iedereen kan daar vis vangen.
En ook voor groepsevenementen is het hartstikke leuk. Heb je een bedrijfsuitje of een familieuitje, je kunt er ook terecht. Allemaal welkom. Alles is welkom, eventueel een barbecue kan erbij worden geregeld. Het is ja, dik voor elkaar dat. Moet je een lepje hebben? Ja. Ja. Juist de man. Dit is de man van de boilies. Ik ben, ik ben de nieuwe man van de boilies. Ja. André, vertel. Ja. F-A-Bates. F-A-Bates zijn volgens mij heel goed beet. Ja. Verzinnen, smaken, soaks, liquids, wat dan ook. Ja. We hebben een aantal flavors. We hebben een aantal fish boilies. We hebben een aantal van... Zoete boilies. Ja. Ja, we hebben een hele goede webshop. Ja. Daar kun je kiezen wat we allemaal hebben. Okay. Je kunt ze hier ophalen komen. Je kunt ze hier met vissen. Je kunt een grote bestelling doen, een kleine bestelling doen. Maakt alles niet uit. En als je vragen erover hebt of wat dan ook, staat een telefoon waarbij kun je bellen, dan heb je mee. En dan kan ik op de kleine dingen opgaan. Wat is wat wil je vissen? Op welk water ga je vissen? Dan ga ik een aantal tips geven. Welke boilie moet je pakken voor welk water? En ja, toen dat ik hier kwam, kan ik F-Arbeids nog niet. En nu vis ik met F-Arbeids. Ik moet zeggen, ja, heel veel succes mee gehad. Ja. 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 Van heel veel mensen, heel veel positieve berichten erover. Ja. Het is een goede instandbol. Maar ook een goede bol om echt voor te voeren, want er zit heel veel voedingsstof in. Ja. En op het moment dat die karpen dat eet, die merkt gewoon van, hey, hier haal ik veel voeding uit. En die komt af en toe terug. En voor een bol waar weinig voeding in zit, daar komen ze niet echt snel voor terug. Dus die kan in stand natuurlijk heel goed zijn. Maar ja, om voor te voeren moet je echt een bol hebben met veel voeding erin. Ja, belangrijk. Het kan een hele simpele boilie zijn, maar als er met veel voeding in zit, dan komen ze er wel voor terug. Ja. En als klant zijn hier op het water, krijgen we ook nog eens 10% korting op de boilies. Ja, dat is wel lekker. Ja. 10% korting op de boilies. Volle foutjes, dat is ook allemaal hier. Goed. Ja, ja, dat is roep hem maar, vertel. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon douches, toiletten, alles aanwezig. Dus iedereen kan gewoon ook avond dat wil kan douchen. Kan ik ook gebruik maken van het toilet. De keuken is elke dag weer open, toch? Ja. Tot s'avonds laat. Ja, tot s'avonds laat. Ik zag het tijden, het scheelt altijd een beetje. Kom maar nabij. Maar is tot 7 uur toch? Tot 9 uur ook wel eens. Maar dan houdt het ook echt wel op. Ja. Ja. En ja, de golfkarretjes die kun je natuurlijk ook bij huren. Dat is wat makkelijker. Je hoeft niet zo eind te lopen. Snap dat is altijd ideaal. Ja. En anders kun je altijd nog een fiets huren natuurlijk. Ja, die krijg je erbij. Hè? Die kun je erbij krijgen. Ja, die kun je erbij krijgen. Is ook ideaal. Ja. Ja. Kijk, als je een andere kant zit, dan heb je nog wel een uitdaging. Ik zou een leuk golfkarretje pakken. Ja. Ja. Ja, het is leuk om te rijden. Ja. En dat is makkelijk. Ja, beide. Ja. Ja, maar dan ontbreekt er nog één ding. De zingende karpenvisser. Ja, en de zingende karpenvisser natuurlijk ook erbij. Die mag er ook bij komen. Zeker. Die gaat een solo zingen over. Zorgen we dat we ergens een podium maken. Even alle gekheid op de stokjes is ook belangrijk. Ja. Hey. Heel erg bedankt. Helemaal goed. Voor alle info, alle hulp. Geen probleem. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Wow! Dit is niet normaal! Wow! Hoe groot is die, Lappie? Wat? Hoe groot is? Dit darf niet af. Wat? Dit darf niet af, kind. Wow! Ja, en dat plons, hè, mobiel in het water. Ja. Karel, even lachen. Hoi, ik ga daar mee. Spaghetti! Kijk even die lijn, hè. Ja, zo je kop wel. Ja, we gaan weer karpen vissen. Ja, dat wil jij toch niet missen.
big one. Hoppa, Fishing Adventure, Enschede, yeah, hier is ze, bam, hebben, echt blij mee, en een run jongen, poeh. Oh, mijn schatje die vangt een gruwelijke spiegel, een 40 rond, wat een big. Een heerlijk bed. Mooi hè? Ja. Maar ik heb ook een hele dikke kaper eruit. Ik ga hem even proberen op te tillen. Echt. Top jongens. Oh, ik kan niet meer. Tommy, je bent echt de beste man. Ik vind dit echt grappig. En de bestelling voor de zingende kuikentjes. Hartstikke mooi jongen, dankjewel. Iets smakelijk en geniet ervan. En bedankt. Dank ze nog. Nou, Fishing Adventure. Even op de stuur. Maar ja, we hebben er een. Heel mooi. Het hoor. Echt mooi. Wat een bak. Heerlijk. Ja, mooi door hè. Ja, hè? Echt heel mooi hoor. Ja, en mooi even op de grote klas gezeten. Heerlijk man, goed spannend. Gevangen. Ja, ja. Nou, mooi. En nu de kleine klas, ja. Lagoon. Op stuur, strijper. Spannend en oersterk. Goed gelukt. Ik heb er helemaal niet gehoord hoe vallen jullie. Ja, dat weet ik niet meer man. Telk uitgeraakt. Het is achter elkaar. Oké, nou dat is mooi. Ja, dat is mooi, dat is perfect. Ja. Krookjes allemaal. Ja. Ja. Ja, dat is echt een toppetje, laat ik zo zeggen. Ja, samen met de zure haringen doet het ook wel heel goed. Ja. Maar gerookte zalm is ook mijn favoriet. Moet ik heel eerlijk zeggen, dat vis ik ook het liefst. Maar, ja. Ja, zoals je ziet op het achtergrond, de lagoon, die hebben we sinds het voorjaar, de zomer ongeveer een beetje. En nou, moet er een beetje bekendheid krijgen, daar zijn we best wel veel mee bezig om dat te promoten. Want het is gewoon een super watertje. Iedereen heeft gewoon zijn eigen vaste snack hier, zo het kunstgrasmatje waar je lekker op kunt zitten. Ook mogelijk hier is om met groepen te komen. Dus we noemen bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, ja, kinderfeestje, familieuitje, noem maar op eigenlijk. En dat is allemaal mogelijk. Kun je de hele vijver afhuren of dat je zegt van nou, ik wil bijvoorbeeld een halve zijde van de vijver afhuren. We hebben in totaal 22 snacken hier zo. Ja, mooie vissen, je hebt zelf gezien. Ja, en ruimte en overvloed. Ja, ook dat. Ja. Is ook belangrijk natuurlijk. Aan de steuren, wat kan ik daarover vertellen? Ja, de grootste is 1,60 meter wat erin zit. Hier. Hier zit 1,60 meter. Ja. Okay. Ja, 1,60 meter de grootste. Ja. De beluga's erin zitten, Transvaal, dat is zeg maar de witte steur. Ja. Siberische steur zit erin, Waksik zit erin, diamantsteur zit erin. Strijper. Strijper de best zit erin. Over een paar weken, hopelijk over een paar weken. Het is moeilijk om ze te krijgen, maar komt de Black Bass in. Ja, die zijn besteld, dus die komen eraan. Voor de rest zit er ook een karp erin, uitgezet op 18 kilo hier zo. Maar we verwachten dat ze al wel wat groter zullen zijn, dus er zit echt vissen van mooi formaat in. Mooi dat je er was. Ja. We hebben ook genoten dat je er was. Heerlijk man. Heb je vast gemerkt al? Ja, echt. Ik hoorde overal de muziek en de openheid hier onder de mensen. Mooi te horen. Ja. Hey. Belangrijk. En bedankt. Ja, geen probleem. Voor alles.